nieuwe stem maar. Eeuwenoud bezwaar. De hele aarde zit vol met gevaar. Orkaantje hier en een beving daar. Rampen zijn naar. Overleven is zwaar. Al die natuurrampen. In het Engels hazards. Van vulkaan tot tsunami. Hè, jesses. Maar joepie, wat je er tegen doen kunt. Hazard management. Dan zorgt een leider die niet idioot is. Dat bij elk rampje niet iedereen dood is. Breed begrip, ja. Wat valt eronder? Nou, vier categorieën. Nummer 1 is onder. Zoek. Research die rampen. Bijvoorbeeld check van een vulkaantje zijn dampen. Of onderzoek bij een plaat grensmaat. Waar verwacht je dat de aard beven gaat? 2. Waarschuwingssystemen, zodat de mensen op tijd de benen kunnen nemen. Fix overal alarmen, desnoods via phone. Zodat de mensen vluchten bij deze enge toon. Niet die. Die. Stel er komt een ramp. Tja, wat moet je dan? Daarom deel 3. Maak een rampenplan. Bedenk van tevoren wat je plan is, voor als er echt nood aan de man is. Bijvoorbeeld, waar laat je de mensjes heen gaan om te schuilen voor een orkaan, brand of vulkaan? En wie zoekt vermisten? Wie ruimt de troep op? En qua EHBO, wie vangt de groep op? Categorie 4 van Hazard Management is waarmee je schade wat voorkomen kunt. Alles wat je bouwt, bouw het stevig. Jemig, geen ramp is dan problemig, maakt niet uit hoe hevig. Bij elk nieuw gebouw verplicht je dan dat ook de grootste rotste ramp niets ruïneren kan. Ja, en echt, dat is te doen. Maar één groot probleem, dat kost poen. Al deze dingen redden levens en dat telt. Maar hazard management kost heel, heel veel geld. Makkelijk praten voor een land als Japan. Maar is je landje arm? Ja, wat moet je dan? En vooral heb je nodig slimme leiders. Risicovermijders, rampenbestrijders. Want ook al klinkt het saai en kost het heel veel geld, een echte hazard manager is een echte held.